De eerste belangrijkste bevindingen uit ons onderzoek is eigenlijk dat het cliëntperspectief in onderzoek nog heel weinig belicht was. En dat gaf ons de kans om juist dat cliëntperspectief op het gebied van intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen, centraal te stellen in ons onderzoek. Daarvoor hebben we interviews gehouden met mensen met dementie en waar mogelijk ook hun echtgenoten. En het bleek dat er een heel divers beeld naar boven kwam. Echt gewoon aan de ene kant van mensen die zeiden, nou, mijn echtgenoot is ziek. Het hele stuk van intimiteit en seksualiteit, ik heb het eigenlijk afgesloten. Tot aan, nou ja, ook al zit iemand in een rolstoel, ik ben eigenlijk nog steeds zo verliefd op diegene als toen diegene 17 was. Dus er komt een heel mooi, breed, divers beeld naar voren. Ja, wat eigenlijk de belangrijkste bevinding tot nu toe is voor ons. Waarom is dit zo'n belangrijk thema? Het is een belangrijk thema omdat intimiteit en seksualiteit, en zeker bij mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen, vaak een taboe is. Er wordt in de praktijk weinig over gesproken en als er over gesproken wordt, dan is het vaak in het kader van probleemgedrag, mogelijk ook seksueel probleemgedrag. Maar wij hebben voor ons onderzoek juist geprobeerd om te kiezen voor een andere insteek. Een insteek naar van juist ervaringen en behoeften van mensen, ook al wonen ze in een verpleeghuis en hebben ze dementie. Dat is belangrijk, omdat de interesse en behoefte aan intimiteit en seksualiteit niet hoeft te stoppen op het moment dat mensen ouder zijn. Uit eerder onderzoek bleek zelfs dat ondanks dat de seksuele activiteit afneemt, de interesse en behoefte aan intimiteit en seksualiteit wel echt hetzelfde bleef ten opzichte van jongere mensen. En wat eigenlijk een hele mooie conclusie uit de research preview, uit de discussie was, is dat het een ontzettend lastig thema blijft voor zowel in onderzoek als in praktijk. En dat er nog steeds heel erg gezocht wordt naar een goede vorm, een goede manier van hoe kunnen we het thema van intimiteit en seksualiteit nou in het zorgproces inbedden, ook voor mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen. En hoe ga je dat nou respectvol en op een goede manier doen? En het was een mooie discussie waar niet echt een conclusie uitkwam, maar juist meer vragen dan antwoorden opriep eigenlijk. Cliëntperspectief blijft ontzettend belangrijk in het onderzoek, dus daar blijven we ook mee doorgaan de komende tijd. Daarnaast willen we ook met de vraag die bijvoorbeeld uit de research preview naar voren kwam, ook verder gaan. Hoe kunnen we nou intimiteit en seksualiteit bij mensen met dementie in het zorgproces goed verankeren? Daarvoor hebben we nodig dat we ook weten hoe het nu ervoor staat en wat bijvoorbeeld attitude en kennis zijn bij zorgmedewerkers en in zorgorganisaties op dit moment. Om te kijken van nou, hoe kunnen we dan de behoeften en de ervaringen die we gevonden hebben bij mensen ook weer terug laten komen, bijvoorbeeld in beleid of in attitude van mensen die echt dagelijks op de zorgwerkvloer staan.